Het begon van de morgen zo mooi, maar de zinnen erbij, maar staal gewoon kwam er meer bewolking. Maar we houden het nog lang droeg hier. En oer het waar sprutsen, joen en vannacht. Nou, joen even een droege periode, nou eerst een paar buien. Daarna letter joen en vannacht betieden ruin, maar een buiig karakter. En dat kan op plakken flink wat ruin werden betjutten, maar dat kan ik tongen inhouden. En verder is het een temperatuur die heeg is, maar die bewolking 16, 17 graden. De wind komt nog altijd uit het zuiden, zuidwesten waai. Misschien letter vannacht wel wat meer westelijk. En die zal zwak of matig wezen. In het kustgebied staan gewoon vrij krachtig. En dan morgen. We beginnen nog mooi. Misschien nog wel een bui in het zuidwesten van de provincie. Maar verder is toch een aardige dag. Mooi droeg waar, mooi de zinnen erbij. En dan treffen ze hier ik weer op een Snitse Mar. En dat geldt trouwens ik voor het Scootje Sielen. De temperaturen morgen 20 en 22 graden. Zo nog wel eens een graadje heger worden kunnen. Verderop de provincie. En de wien, nou, die komt morgen uit het westen. Mooi zilmatig wijze in het kust- en waardgebied. Tijdelijk vrij krachtig. We zoeken vooruit en dan duurt het toch nog wel onstabiel. Hè? Op tongensje, op vrijheid, op sneeuw. Nog altijd een aantal dagen met een temperatuur om de bedden 20 of 21 graden in. Dat is nog altijd een warmte, is nog altijd een simme temperatuur. Net echt tegenheeg en ik zei het al, het duurt onstabiel. Want de kans op een bui of een buiken bloed ik op de meeste dagen. Toch ik flinke droge perioden, maar de zin erbij. En tak een wieken, meer warmte. We maken morgen maar weer even in het waarschijn.